Jaap, je wint vorige week met 4-0. Wat is dan jouw belangrijkste boodschap richting jouw ploeg voor zo'n return? Nou, de boodschap is wel, en ik gaf het antwoord net ook al in het Engels, dat je zelf natuurlijk ook verschillende situaties hebt meegemaakt, dat je dus ruim voor staat, maar dat het nog van alles mogelijk is. Dus het is wel van belang, en dat hebben we eigenlijk al een beetje benadrukt direct na de wedstrijd, ook al in de kleedkamer. Dus de week erop, zoals morgen, dat het een enorme belangrijke wedstrijd gaat worden, in de zin van, nou, hoe staan we erop, wat kunnen we dus morgen ook gaan brengen, zodat we zelf niet verrast gaan worden en denken van, nou, oké, deze 4-0 voorsprong die hebben we, dat is mooi, dat is inderdaad ook hartstikke mooi, dat geeft je een beetje lucht, maar je moet wel ontiegelijk scherp weer gaan beginnen en agressief en ook vol overtuiging in de manier van spelen wat je zelf kan, om dus ook hier weer een resultaat te gaan halen. Want het is niet zo, resultaat is enorm belangrijk, daar gaan we ook morgen, wil je dat eruit halen, maar in het hele traject in waar we mee bezig zijn, is het gewoon belangrijk dat we dus, dat je een goede manier van spelen kunt laten zien, wat we graag willen zien eigenlijk, maar en dat daarbij gepaard zal een resultaat natuurlijk hartstikke mooi zijn. En dat versnelt het hele traject weer een beetje. En voor het gevoel van ieder ook binnen de club natuurlijk. Ja, jij bespeurt geen gemakzucht dat dit een formaliteit is na die uitzending? Nee, absoluut niet. Want de jongens die zijn enorm gebrand op resultaat. En om het goed te doen, om het juiste eruit te halen waar we allemaal mee bezig zijn. Het is een leeg stadion. Heb jij daar zelf ervaring mee? Wat gaat er dan als speler door je heen in die gekke ja, atmosfeer? Ik heb zelf, volgens mij in Zagreb heb ik volgens mij eens gespeeld in een leeg stadion. Dat is heel apart. Het geeft een hele aparte ambiance. En natuurlijk is het altijd lekker als je in een vol stadion speelt. Voor hun zal het een probleem zijn omdat ze de steun van het publiek misschien gaan missen. Aan de andere kant is het voor ons, voor de uitspelende ploeg, ook lekker als je dus in een bepaalde sfeer terechtkomt waarin je kunt laten zien. Dus wat dat betreft is het jammer voor beide partijen wel. Uiteindelijk moeten we ons wel gewoon focussen op de dingen die we moeten gaan doen. En moeten wij gewoon laten zien wat we kunnen morgen. Ja, je hebt een drietal jeugdspelers ook meegenomen. Is dat echt om de selectie compleet te maken met oog op blessures of is er een reële kans dat ze ook spelen? Nou, we hebben een aantal spelers meegenomen. Ik sta aantal spelers ook voor de training van vandaag, zodat we toch lekker kunnen gaan trainen met z'n allen. Wat ook van belang is voor de spelers die erbij zijn en ook de jeugdjongens. Is dit ook weer een stapje naar iets, hè? Van je ontwikkeling, het meegaan, het ervaren van Europees voetbal. Wat gebeurt er in zo'n aantal dagen? Hoe zit de voorbereiding daar naartoe? Het weer weg zijn. Nou ja, en uiteindelijk is dat alleen maar mooi voor deze jongens om te zien. En hoe we morgen gaan spelen, of wie er morgen op de bank zitten, dat zullen we morgen ook gaan zien. Ja, één ding nog. Ik zie op social media via familieleden van hem dat hij al heeft getekend met een shirt staat Edgar Miguel IE. Feyenoord heeft het nog niet officieel bevestigd dat hij speler is. Kun jij een update geven? Hoe staat nee, dat? Nou, we zijn druk bezig. En bij mij weten en is vanuit Feyenoord is alles georganiseerd en ook geregeld. En alleen wachten we volgens mij nog op het bevrijdende papiertje. Wat is het voor jongen? Ja, het is een jongen die, we weten, het is een verdediger. Hij kan op meerdere posities kan die spelen achterin. Het is een jongen met veel snelheid, die sterk is in zijn manier van verdedigen, in de tackelen. Aan de bal vrij kalm is. En zover als wij hem ook kennen. En natuurlijk hebben wij hem ook nog niet gezien. Want voordat wij toen weggingen, toen kwam hij gisteren zeg maar de club binnen. Dus we hebben hem nog niet op het veld bezig kunnen zien.